De afgelopen dagen is er veel te doen geweest over de avondklok. Zelfs de rechter moest zich buigen over de vraag of de maatregel op deze manier ingevoerd had mogen worden. Ook rijst de vraag wat er moet gebeuren met mensen die een boete hebben gekregen voor het overtreden van de avondklok. Wat vindt u dat er moet gebeuren met de avondklokboetes? Ja, ik weet het eigenlijk niet zo heel goed. Ja, op één punt zou ik zeggen, het is misschien wel terecht. Maar van een andere punt, ja, het houdt er ook een beetje om. Zijn het grote groepen mensen die bij elkaar staan? Als iemand alleen 's avonds een wandelingetje maakt, daar zou ik eigenlijk niks op tegen hebben. Gewoon door te gaan. Ik vind gewoon, het is voor heel het volk beter. Nou, zo even handhaven zoals het nu is. Ik vind dat wat de overheid beslist, vind ik altijd, dat is de goede beslissing. Want de overheid beslist altijd is goed voor de mensen. En waarom? S'avonds na 9 uur hoef je niet op straat te zijn. Nou, ik vind, het is op het moment zo, een aantal mensen houden zich aan alle regels. En andere mensen die lappen ze aan de laars. En op een gegeven moment, ja, ik hou me altijd aan de regels. En mijn man ook en kinderen. Maar als dat zo blijft, dan krijg je op een gegeven moment ook zoiets. Wat heeft het voor nut als wij ons aan de regels houden en de cijfers lopen steeds meer op? Ik vind ook handhaven. Nu vooral nu het nog nodig is, nog noodzakelijk is, kun je het beter in deze periode doen dan dat het straks s'avonds langer licht is. En dan willen mensen toch graag naar buiten of nog een stukje gaan fietsen of een stukje lopen. En dan wordt het moeilijker. Gewoon ja, goede maatregelen tegen moeten nemen. Maar ja, het is moeilijk. Want de mensen zijn het ook allemaal beu natuurlijk op een gegeven moment. Maar ik denk als iedereen zich toch aan de regels houdt, dat we eerder van die lockdown af zijn. De avondklok moet ze gewoon afschappen en helemaal niks meer mee doen en ook geen rare wetjes voor instellen. Wij vinden dat dat helemaal niet nodig is. En wij vinden ook dat het onderhand tijd wordt dat alles weer gewoon open mag. Ook voor kappers, winkeliers, horeca's, noem het maar op. Laat de boel alsjeblieft weer draaien. Laat de scholieren weer naar school gaan. Het is gewoon super, super slecht dat die zoveel achterstand nu oplopen. Dat wil je niet hebben. We willen jongelui in de toekomst hebben. Geef de jongelui dan ook een kans. Gooi de scholen open. En stop alsjeblieft met heel het corona-verbod. Laat ons nou even gelukkig verder weer gaan leven. Dat is onze mening. Terugbetalen. Als de avondklok onterecht was, dan vind ik dat ze die terug moeten betalen in ieder geval. Dan zijn die onterecht gegeven. Ja, maar het is toch is het zomaar een wet, zomaar ingevuld. Zomaar plotseling 100 piek betalen. Ik vind dat geen stijl.